Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag, ik moet een beetje spieken, Steven Arrazola de Oñate. Oñate, maar dat is wel heel goed al uitgesproken. Goeie poging. Welkom. Dank iemand van adel hier aan tafel. Ik heb inderdaad een Spaans adellijke naam, maar ik heb nooit... 500 jaar of zo? Mijn familie is naar België nog niet, want België bestond nog niet, naar deze contrée gekomen. Inzien dat ik het juist zeg, eind 15e eeuw. Ja. Eind 16e eeuw. Ja, je die periode. Kan toch ook nog aan je gezicht zien als je een beetje fantaseert zo. Ja. Nou, heel leuk. We gaan vandaag twee boeken bespreken van je. In twee verschillende afleveringen. Ik denk dat dat wel het juiste is, want dan heeft het zijn tijd en kunnen we gewoon even een beetje de diepte ingaan. Ik heb jou ontmoet, zoals dat tegenwoordig gaat, op Twitter. Ik volgde je al een tijdje en ik dacht, Jezus, wat een interessant verhaal. Jong was jij... Soldaat? Marine? Of wat was jij? Ik ben officier? 18 jaar luchtmachtofficier geweest. Ja. Ja. Toen gestopt, op een gegeven moment zelfs ook een eigen bedrijf begonnen in beleggingen. Daarna in de politiek. Dus een interessante loop. En daar gaan deze boeken ook over. Klopt, ja. En we gaan nu eigenlijk het laatste stuk een beetje. Die boek heet Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. En dit gaat over jouw, eigenlijk de coronatijd. En misschien hoe jij, zoals bijna wij allemaal, van naïeve burger de schellen zeg maar, van de ogen vielen. En jij bent op social media je daarover gaan uiten. En wat wel mooi is, dat voor de Nieuwe Wereld bekende gezichten, dus Matthias de Smet, die zegt bijvoorbeeld, Steven was een zeldzame politici die in de crisis de moed vond om zich tegen het coronaverhaal uit te spreken, midden in de publieke ruimte. Dat geeft aan zijn woorden en bij uitbreiding aan dit boek de nobele aantrekkelijkheid van wat de Grieken Paresia noemde, het vrijmoedig spreken. Sam Brokke, ook bekend hier. Een niet-exhaustief werk waarin Steven vanuit zijn visie een waardevolle historische neerslag maakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa. Nou, en het voorwoord, die is ook geweest, ook bij mij, Lieven Annemans. Nou, ook natuurlijk een geweldige, gewoon hoogleraar in gezondheids- en welzijnseconomie. En aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen in Gent. Nou, zeg je, het wordt omringd door mooie geesten, zal ik het zo zeggen, mooie zielen, die jouw werk toch heel erg hebben gewaardeerd. Maar misschien eens even jouw verhaal. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik denk dat je het heel goed zei. Het woord naïef is heel belangrijk. Want ik was heel naïef. Ik ook. Als ik daar nu op terugkijk, toch. En eigenlijk, het was nooit mijn intentie om een boek te schrijven. En wat is er eigenlijk gebeurd in maart 2020. En er zijn veel mensen die zeggen van, ik zag het direct, of ik was direct kritisch. Ik was helemaal niet kritisch. Ik was heel naïef. Ik denk dat jullie hier in Nederland ook s'avonds stonden te applaudisseren voor de zorg. Dat is iets dat wij alleszins in Vlaanderen deden. En ik stond daar toen de eerste weken ook bij. Het was zelfs zo dat ik ben net voor de eerste lockdown in maart 2020 ziek geworden. Iets zieker als een gewone griep. En ik was toen van, wow, als ik als jonge, vrij gezonde, sterke man ziek word van dit virus, dan is dat heel erg. En ik was de eerste weken zelf iemand die
vond dat we allemaal een mondmasker moesten dragen. Maar toen werd er in Vlaanderen, maar ik denk dat dat hier niet anders is, gezegd van een mondmasker gaan we zeker niet dragen. Ja, dat was hier ook, terughoudend. En toen hadden ze eigenlijk gelijk. Maar de weken nadien begon ik me af te vragen van... Als ik... Allee, ik werd ziek. Allee, niet doodziek hoor, maar ik was wel... corona? Ik had wel... Ja, dat is nooit... Toen waren er nog geen PCR-tests. Dus, maar ik heb wel het etiket corona op mijn hoofd gekregen. En de weken nadien dacht ik van... waarom zijn mijn twee zoontjes bijvoorbeeld, die bij mij wonen, niet ziek geworden? Want toen... heel veel mensen vergeten dat, maar als je toen de stempel corona op je hoofd had, was je bijna dood. Ja. Iemand die kanker had, dat was niet meer erg, want corona was het ergste wat je kon overkomen. En ik dacht dan van, allee, ik heb die ziekte gehad. 3 weken later was ik perfect terug in orde, of 2 weken later. Maar mijn zoontjes hadden niet eens een snotneus. Ik weet niet of dat correct Nederlands is of wat jullie dat hier zeggen, maar die waren niet ziek. En ik ben dan beginnen lezen. Ik heb geen wetenschappelijk achtergrond, je hebt het heel goed gezegd. Ik kom uit Defensie, ik heb na die een aantal jaren in de politiek gezeten. Maar ik was wel geïnteresseerd in wat er gebeurde, wat dat virus juist deed. En ik ben toen, als niet-wetenschapper, in die medische studies gedoken. En tegen april, mei, had ik begrepen dat corona, volgens mij bestaat dat virus wel. Was dat ook wel niet aangenaam, maar was de reactie overdreven. Maar goed, tegen mei, juni waren de ziekenhuizen in Vlaanderen, België zo goed als leeg. En dacht ik, zoals bijna iedereen, goed, het is hier bijna gedaan. We gaan terug normaal kunnen leven. Ik was dan wel verbaasd een paar weken later, toen de ziekenhuizen letterlijk leeg waren, dat wij opeens in Vlaanderen, en ik denk nog iets voor jullie, allemaal een mondmasker moesten gaan dragen in de zomer, zelfs buiten als wij wandelden in een park. En ja, toen ben ik mij beginnen uit te spreken. Ik was toen actief bij Open VLD. Dat is de liberale partij in Vlaanderen, vergelijkbaar met de VVD. Die partij levert ook de premier in ons land. Ik was daar lid van. Ik had ook meegedaan aan de nationale verkiezing 2019. En ik had eigenlijk... Ja, ik had toen 2 Facebookpagina's. Mijn eigen persoonlijke pagina, waar ik voor mijn vrienden zaken deelde. En alles wat politiek was, deelde ik op mijn politieke pagina. Maar ik was toen redelijk kwaad over hetgeen dat ik zag gebeuren. En ik... Als ik kwaad ben, gaat mensen agressief worden. Ik schrijf dan en ik schreef mijn frustraties eigenlijk op mijn persoonlijke Facebookpagina. Want eigenlijk moest niemand dat weten buiten mijn dichte kring, vond ik. Ik deed toen dagelijks, want ik was toen heel kwaad. En zeker september begon en die tweede golf kwam op. En ik was verbijsterd om te zien dat die angst opnieuw gecreëerd werd. Of mensen opnieuw bang werden. En ik heb dan mijn boosheid weggeschreven op een dagelijkse basis, bijna dagelijks. Maar nooit met de intentie om mensen te bereiken, want ik deed het op mijn privé Facebookpagina. Maar dan, na een tijd, heb ik beseft dat ik iets te veel aan mij bezig was. En om mezelf rust te gunnen, zei ik van, ik ga dat niet meer elke dag doen. Ik ga elke zondag een samenvatting maken van wat er in de laatste week is gebeurd. En ik ga proberen te voorspellen wat er de week nadien of de weken nadien gaat gebeuren. En daar ben ik mee begonnen. En ik heb dat volgehouden tot maart 2022, dus iets meer dan anderhalf jaar. Daarom dat Sam Broeken ook zei, van, het is een goede samenvatting. Want hoe je ook kijkt naar die coronacrisis, iedereen heeft die anders beleefd. Er zijn niet veel mensen, denk ik, die het week per week hebben samengevat. En dat heb ik wel in het boek geprobeerd, denk ik. Nee, als jij bijvoorbeeld al zegt in die zomer mondkapjes, je merkt dat verdwijnt toch... Ondanks dat je die ingreep zo heftig vond. Ik vond hem toen ook heel heftig, maar ik weet echt niet meer. Toen mondkapjes, toen dit. Het was iedere week een nieuwe regelgeving die je moest volgen. Dus het is inderdaad wel goed om... Ja, wat hebben we nou eigenlijk allemaal gedaan? En hoe komt dat over op een gewone burger? Maar goed, die dus ook politici is. Dus die wel mee kan sturen, zou je zeggen. Ja. En hoe heb jij dat ervaren in België? Maar ik kon natuurlijk niet meer sturen, want ik was maar een kleine garnaal. Maar ik was wel verbaasd over hoe het werd aangepakt. Misschien is het interessant om te zeggen van... Ik ben er wel van overtuigd dat de meeste politici
oprecht hebben gehandeld. Omdat die ook gewoon bang waren. En die lieten zich adviseren door experten. En mijn conclusie is dan dat... Eigenlijk heb je maar een aantal mensen nodig om een beleid door te voeren. In Vlaanderen, in België, waren dat een viertal politici en een vijftal experten. En die 10 mensen hebben eigenlijk 2 jaar bepaald hoe wij moesten leven. En het lastige en is... En jullie is Mark van Rans dan natuurlijk een hele... Dat is de bekendste, inderdaad. Ja. Maar we hebben een parlement. Allee, in België, we zijn een complex land, hebben verschillende parlementen. Maar de meeste parlementsleden daar, die hebben zich ook gewoon laten leiden door wat zij dagelijks op tv hoorden. En zij vonden... Allee, ze hebben dat niet gedaan om ons te pesten, maar omdat ze echt, volgens mij, oprecht geloofden dat die maatregelen goed waren. Het probleem is dat er te weinig mensen de moeite hebben genomen om zich te informeren. Want we hadden... Allee, en de mensen die je hebt aangehaald, en ik ben heel dankbaar dat die een voorwoord hebben geschreven of iets hebben geschreven voor mijn boek, dat zijn wetenschappers, wat ik niet ben. Maar die zeiden al heel zinnige zaken in 2020. Sam Brokken heeft een open brief geschreven in augustus 2020, die in België toen viraal is gegaan, ondertekend door 1500 wetenschappers en mensen uit de gezondheidszorg. Lieve Annemans, professor, een professor met aanzien, die schreef in september een column in een belangrijke Vlaamse krant. En als je die vandaag allemaal gaat teruglezen, zaten zij er bonk op. Maar toch, en helaas, worden die mensen in Vlaanderen nog altijd aanzien als domme wetenschappers die gevaarlijke informatie hebben verspreid. En daarom ben ik ook wel... Dat was ook een van de redenen dat ik al die teksten... Want het was nooit mijn bedoeling om een boek te schrijven. Ik heb eigenlijk gewoon al die teksten gebundeld, omdat 1, we vergeten veel. En 2, als je van A tot Z alles opnieuw gaat teruglezen, dan zie je dat er veel fouten gemaakt zijn door de politiek en de experten. Maar ook dat het heel jammer is dat die kritische stemmen, die er zo vroeg waren, altijd genegeerd zijn en zelfs erger monddood gemaakt. Want dat is ook iets dat... Als je kritisch bent geweest de laatste jaren, dan weet je wel dat er veel mensen gecensureerd zijn. Maar 90% van de Nederlanders, van de Vlamingen, die beseffen dat niet. Die kijken enkel, s'avonds, die komen thuis na een dag hard werken. Die kijken naar het nieuws of het journaal, zoals wij in Vlaanderen zeggen, op de televisie. En ja, die missen die kritische stemmen. En die kijken heel anders naar die crisis. En daarom ook, ik denk dat pas binnen een aantal jaar zal bij velen het besef groeien van wat er eigenlijk wat er is misgegaan. Want het is natuurlijk makkelijk om met vingers te wijzen en niemand heeft de waarheid in pacht. En ik denk ook zeker in die eerste coronagolf moest ik minister-president, zoals jullie dat noemen, bij ons als premier zijn geweest, had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan. Maar vanaf die tweede golf is het eigenlijk een schande wat we de maatschappij hebben aangedaan. Ja, de kijkers van de Nieuwe Wereld, dat is natuurlijk leuk bij YouTube, die kunnen ook hun commentaren eronder zetten. Ja. En eigenlijk hier aan deze tafel wordt toch al vaak gereflecteerd zoals jij ook reflecteert. Jelle en Alt zijn daar ook grote voorstanders van. Weet je, gewoon niet toch wel het goede van de mens daarin zoeken. Zo van, ja, het was niet met kwade opzet. Ik merk wel dat de mensen die het toen, zeg maar, toch ook bewust hebben meegemaakt wat zijn we nu aan het doen, die zijn volgens mij wel daar steeds verbolger over. Die kunnen dat niet meer goed aanhoren. Daar is een intolerantie aan het groeien. Zo van, ja, ze hebben het niet gewoest. Dat is toch een beetje een vak. En dat is natuurlijk wat Matthias dan natuurlijk ook heel goed adresseert, dat we daar in die massavorming zijn gekomen. Maar er begint toch ook iets taais daarin te komen. Ja, en dat mogen we eigenlijk niet. We zijn en blijven mensen. En er is ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen... Iedereen kakt of is heel kritisch voor de politiek en dat is ergens terecht. Maar de meesten die daar zitten, doen dat volgens mij met goede en de juiste intenties. Maar, dat moet ook gezegd worden, er zijn er een aantal die duidelijk wel... Hoe moet ik het zeggen? Beseften dat ze geen juiste zaken deden. En daarom vind ik het belangrijk, en in Nederland hebben we diezelfde beweging, er zijn een heel aantal kritische mensen die terecht vragen om een
gedegen evaluatie te maken wat er allemaal is misgegaan, zodat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. Bij maar, ons is dat soort stopgezet. Hoe is dat in België? We zijn er zelfs nooit aan begonnen. Oké. Het kan nog erger. We hebben aan de OESO gevraagd om een evaluatie te maken, maar goed. Maar wij hebben een parlementaire enquête. Ja. Dus hoe is dat bij jullie? Dus die dan... Dat is geen parlementaire. Dat is... Bij ons is dat stopgezet. Ja, dat zegt ook al veel. Hè. Ja. En dat is jammer, maar we mogen ook... Allez, ik behoor ook tot de kritische groep. Ik denk dat we steeds, en dat zegt Matthias ook, hè, zo genuanceerd mogelijk moeten spreken. En als we zelf te veel in die haat gaan en de polarisatie, gaat onze kritische groep ook niet groter worden. En we moeten begrijpen dat veel mensen hebben niet de tijd genomen om zich in te lezen. En als je dan die mensen gaat aanvallen, gaan die mensen ook nooit de moeite nemen om een keer te kijken wat er mogelijk allemaal heeft bijgedragen tot die crisis. Voor mij werkt het, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik was ook gewoon een naïeve burger, heel blij dat ik in Nederland woonde. Ik reis over heel de wereld en iedere keer altijd blij terug in Nederland te komen, blessed. Weet je, dat gevoel. En dus inderdaad, met zulke verbazende ogen, wat zijn we hier nu aan het doen? Nu denk ik, terugkijkend, zie ik de geschiedenis in zich heel anders. Ja. Dus het is, daar was ik ook naïef op heel veel punten. He, dus dat interview wat we ook nog gaan doen, bijvoorbeeld over Afghanistan. Just name one thing. Amerika altijd als de grote bevrijder bijvoorbeeld zien, die altijd het goede. Ja, daar denk ik nu ook wel een klein beetje anders over. Dus ik denk meer, ja, het is een fase. De een ziet het, nou ja, die zag dat al 20 jaar geleden, zeg maar. En toen geloofde ik ook alles. Het is alleen wel hoe moeten we ons daartoe verhouden? Dat is denk ik het ingewikkelde. Want je kan, kijk, ik raad iedereen je boeken aan, maar je wordt er niet vrolijk van. Het is best heel taai, zeg maar, om weer door heel die periode te moeten gaan. Ik denk dat het probleem is, wat we nu de laatste 2-3 jaar hebben gezien, is helaas van alle tijden. Ja, is het een beetje, denk ik. Maar het was nu waarschijnlijk een van de eerste keren dat het echt op wereldschaal was. En iedereen was mee. En daarom... Allez, het is niet leuk om daar terug over te beginnen, maar ik vind het wel heel belangrijk dat we daar toch naar kijken. Omdat het is blijkbaar toch ontzettend gemakkelijk om bijna een ganse wereld mee te krijgen in één verhaal. Uiteraard voor velen met heel goede intenties. Maar het is niet nieuw, want we hebben de laatste 1000 jaren al... Het probleem is nu gewoon, denk ik, dat door die sociale media en de censuur daar en de mainstream media... Vroeger, of tot niet zo heel lang geleden, werkte elke krant op zichzelf. En als je een krant las, dan las je daar stukken in die enkel in die krant komen. Vandaag, als je een krant koopt in Nederland, Vlaanderen en Duitsland en Frankrijk, die artikels brengen bijna woord voor woord hetzelfde. En dat is enorm gevaarlijk. Daarom is wat jullie hier brengen voor mij zo belangrijk. Er is binnen de journalistiek... Journalistiek is traditioneel of zou de vierde macht moeten zijn. En we hebben de laatste jaren gezien dat dat veel te weinig is. En ik was ook naïef, want ik dacht altijd dat die vierde macht haar werk goed deed. En gelukkig zijn er nog heel veel journalisten die hun werk ook heel goed doen. Maar dat is ook niet nieuw en het is vroeger vaak gebeurd. En mijn ogen... Ik begin ook af te vragen ik ga ook verder in de geschiedenis kijken wat er allemaal is gebeurd. En als je daar kritisch naar begint te kijken, dan merk je dat proces al eerder is gebeurd, maar nooit op die schaal. Langs de andere kant, ik ben iemand die altijd graag positief probeert te kijken. Dat heb ik trouwens ook gedaan elke week in mijn teksten, want heel veel, ik hoorde toch in Vlaanderen, heel veel mensen lazen mijn teksten, omdat heel veel mensen waren zo bang voor wat de toekomst zou brengen. Er waren mensen die dachten dat
die bij ons noemde dat CST, bij jullie was dat een CBT of zo, die QR-code, hoe noemden jullie dat? De QR-code voordat je ergens in een café binnen mocht. Ja, ik weet de afkorting die jullie gebruiken, in Vlaanderen CST. Er waren mensen die dachten, we gaan hier... Ik heb dat ook al geblokt, ik weet het even niet meer. Maar in Vlaanderen waren er heel veel mensen die niet gevaccineerd waren, die dachten, hier ga ik nooit vanaf. Elke week schreef ik van, kijk, het is niet fijn, maar dit gaat nooit blijven duren. En... Maar dat toch heel even, die taal, hè? Dus ook even dus inderdaad van hoe je het noemt. De coronapas of... weet je, ook zo inventief met taal. Inventief en ook niet inventief, want het was overal hetzelfde. Ja, maar het is allemaal net anders. Maar ik bedoel dus hoe zo'n fuik, zeg maar, werkte door middel van taal. Was dus ook wat dan bijvoorbeeld bij jouw kinderen gebeurt. Weet je, jij was wel ziek en je kinderen niet. Ja, dan... Ja, wat hadden ze daar dan meer voor bedacht, weet je? Dan was je... Ja, want het is toch... Allee, je hebt uiteraard gelijk, maar die trust the science hoorden we overal. Ja. Nee, we hoorden overal hetzelfde. Ja. Maar ik bedoel, voor alles werd dan ook iets bedacht om het te verklaren. Hè? Dus juist niet van... Misschien snappen we wel heel veel niet. De natuur is ook een beetje magie. In Nederland gebruikte dan ook de soort oorlogstaal van... we gaan het virus met de hamer doodslaan. En weet je, dus het is allemaal heel talig, zeg maar. Dus van om... En dat was dan inderdaad wel in alle landen ongeveer hetzelfde... met net een eigen flavor. Ja, ze hebben psychologen gebruikt om de juiste woorden te zoeken. Maar dat maakte natuurlijk toch ook... Ik weet niet wat jouw woede voedde... maar dat gaf natuurlijk toch ook in die tijd van... ook met Matthias hierover gehad. Wie is nou de puppetmaster? Weet je, zit hier nu een soort iemand boven dit te engineeren? Of zijn het nou onze politici die jij van vrij dichtbij mee hebt gemaakt... en gewoon gezegd, ja, die volgden ook maar de experten. En dan, ja, de experten volgden dan ook maar de WHO of zo. Weet je, ik bedoel zo dat het een soort kuddegedrag is. Of zat daar toch iemand boven? Dat was natuurlijk ook wat het machteloos voelde of... Ja, mensen, dat je boos werd, wat jij had. Wat voedde jouw boosheid? Mijn boosheid is begonnen... Echt de boosheid in september. September 2020. Omdat in Nederland waren jullie op dat moment nog vrij open. In Vlaanderen mochten wij in september 2020 niet meer naar de kapper, niet meer op café, niet meer op restaurant. En bij jullie is dat pas, als ik het goed herinner, pas gekomen in januari, februari 2021. Nou ja, ik weet, mijn broer die woont bij de grens, dus in België. En mijn vader net over de grens. En dat de Belgen gingen toen containers neerzetten. De bevolking zelf. Ja. Door die angst natuurlijk. Door die angst, zodat wij angst. Zeg maar niet, wij Nederlanders, met al, wij waren veel te vrij. Ja. Dat was nog even ook een fase. Ja, klopt. Zo van, ja, dan komen die vrije corona... verspreiders zo direct bij ons. Ja. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Maar mijn boosheid was eerst van, ik probeerde altijd te analyseren, want ik schreef erover van, hoe kan dat in België alles toe is en in Nederland mag alles. En een jaar later is het geswitcht. Toen was het in Nederland veel strenger als in Vlaanderen. Ik herinner mij kerstmis, 1,5 jaar later. België was alles open, in Nederland was alles toe en jullie kwamen massaal naar Antwerpen inkopen doen, eten. Ja. En... Maar, want je vraagt, hoe dat zoek, straks, wie zit erachter? Is er een groot plan? Ik vind het altijd heel gevaarlijk om uitspraken te doen zonder dat je bewijzen hebt. Maar wat we zeker weten, is dat de farma-industrie een hele vuile rol heeft gespeeld. Puur om heel veel geld te verdienen. Daar kan je eigenlijk niet buiten. Daar ben ik ook wel blij. Hè. We hebben nu recent die Netflix-serie, Oxycontin, Painkiller. Daar zie je exact hetzelfde mechanisme wat er... met de coronavaccins is gebeurd, maar dan op wereldschaal. En dat is, PR, marketing. En dat is heel handig. Wat er is gebeurd. En vermoedelijk zijn er nog wel andere zaken die spelen, maar daar zijn we zeker van. En ik probeer... Maar dat wisten we toen denk ik toch nog niet, jij ook niet. Dus wat voelde toen je woede? Mijn eerste woede was gewoon puur dat ik jaloers was. Jaloers is slecht uitgedrukt. Exact. Maar dat is niet alleen. Het was Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. België was toen een eiland.
als eerste in Europa waar alles toe was. En was het de woede gevoed van waar wordt mijn vrijheid afgepakt? Eerder, ik heb een groot, en dat zal misschien straks terugkomen bij het tweede boek, ik heb een groot probleem met onrechtvaardigheid. En ik vond het dramatisch. Ik had voor de coronacrisis had ik heel veel vrienden. Nu nog gelukkig nog altijd. Ze zijn nog overgebleven, maar ik ben wel veel vrienden verloren. Gelijk heel veel mensen natuurlijk. En ik vond het dramatisch voor mensen in de horeca en kapsters die niet mochten werken. De ondernemers. Ondernemers. En oké, voor bepaalde ondernemers was dat geen probleem, want die kregen elke maand een mooie steun van de overheid. Maar je had ook ondernemers in de horecasector die elke maand met 10.000, 15.000 euro afbetalingen zaten, die van de overheid 2.000 euro per maand kregen. En er is ontzettend veel zelfmoord gebeurd in die tijd. Mensen die het niet meer zagen zitten. En ik werd daar kwaad van. Ik vond dat ook dat ik mij moest uitspreken, want ik zat net in die liberale partij. Die liberale partij die zou moeten opkomen voor ondernemers. En de eerste maand van de coronacrisis, daar wist niemand wat er gebeurde. Maar ik vond het zo dramatisch in september om te zien van, oh nee, het gaat opnieuw beginnen. En al die hardwerkende ondernemers gaan opnieuw niet mogen werken. Ten eerste. Ten tweede, dat mentaal welzijn. Mijn twee zoontjes waren toen gelukkig nog jong genoeg. Die zaten toen nog in de kleuterklas. Maar die moesten naar de oudste ging toen naar het eerste leerjaar. Kinderen moeten naar school gaan. En er werd toen ook weer al gepusht vanuit bepaalde hoeken van, laat onze kinderen thuis, want kinderen zijn de motor van het virus, werd toen gezegd. En ik werd zo kwaad door het idee dat die kinderen opnieuw maandenlang thuis moesten blijven. Dat onze samenleving terug maandenlang op slot moest. En dat heeft mij toe bewogen om elke week te blijven schrijven. Nadien is die woede wat weggeëbd en zag ik het meer bijna als een... ik had dat straks uitgelegd. Ik postte op mijn eigen persoonlijke Facebookpagina. Ik ben het dan blijven doen. Maar in het begin las niemand dat, maar dat is dan meer en meer begonnen mensen dat te lezen. Ik had het dan ook openbaar gezet. En na verloop van tijd werd dat een soort van, werden mijn wekelijkse teksten een soort van toevluchtsoord van kritische mensen die in hun omgeving niemand meer hadden, of niemand hadden die zo dacht als zij. En ik ben ook beginnen te beseffen, en daarom heb ik soms ook wel iets hoopvoller geschreven dan ik eigenlijk zelf was. Ik was zelf ook soms heel triest. En ik ben ook heel vaak bang geweest van, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik heb dan gevoeld van, ik ga hier toch hoopvol genoeg moeten blijven, want anders gaan al die mensen nog depressiever worden. Want we onderschatten nog altijd hoeveel mensen zich van het leven hebben beroofd tijdens die corona-periode. Ja, en ook in de naslepen. Ja. Het is... ik heb het zelf ook in mijn omgeving... meegemaakt en het is gewoon heel zwaar. En ook ondernemers nu in Nederland, die moeten nu de terug gaan betalen. Ja, dat levert een golf van faillissementen op. Ondernemers hebben hun pensioen, zeg maar, het spaargeld toen opgebruikt. Nou, dat zijn de ondernemers, maar het was natuurlijk voor iedereen gewoon een hele zware tijd. En je ziet dus nu hoe, tot nu toe in ieder geval, hoe mild er gereageerd wordt. Dus je hebt toch een soort behoefte aan inderdaad een evaluatie of een parlementaire enquête wat kunnen we hier nou van leren, zodat we in ieder geval niet weer hierin stappen. En ondertussen is dan die wet erdoor dat er eigenlijk nog maar via met één stem gesproken mag worden. Ja, het is de vraag ook of zo'n zender als van ons dan nog kan. Ik hou zelf heel erg van podcasts, ook over gezondheid. Ja, die volgen ook niet de regels van de WHO of die kijken juist op een andere manier. Ja, die zijn nu ook allemaal van waarschijnlijk worden we dus eraf gehaald. Want wij kijken op een andere manier naar het lichaam. Hè? Bijvoorbeeld veel holistischer dan in plaats van allemaal onderdelen. Veel proactiever in plaats van reactief, zoals ze zeg maar toch wordt gekeken van als je iets hebt, dan een pilletje erin. Maar wat kan je doen om te voorkomen? Ja, het ziet er niet hoopvol uit. Ik zie dat een beetje anders. Graag, geef wat hoop. Omdat, dat hebben we de laatste jaren ook gezien, hè. Uiteraard zijn er krachten, zeker vanuit Europa, dat zien we heel duidelijk, die meer censuur willen ter bescherming van de mensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat actie ook altijd een reactie teweeg brengt. En hoe harder die censuur gaat toeslaan, hoe meer
hoe creatiever kritische stemmen zullen worden om toch hun boodschap te kunnen blijven verspreiden. En hoe harder bepaalde maatregelen gaan proberen geïmplementeerd worden, hoe meer mensen hun ogen zullen opengaan. Het is gewoon belangrijk volgens mij om, als we kritiek hebben, dat altijd zo rustig en genuanceerd mogelijk te doen. En dat is het eerste. Het tweede is, ik heb ook gezien de laatste maanden, ik heb het ook, dus moet ik toegeven, zelf heel moeilijk gehad, omdat ik was eigenlijk... iedereen zag mij graag tot voor de coronacrisis. De ideale schoonzoon. Ik was populair, overal waar ik kwam. En opeens was ik voor 90% van de Vlamingen een zot. Een verspreider van desinformatie. En ik heb me ook vaak heel eenzaam gevoeld. Want iedereen heeft een ego en dat deed mij ook veel, veel, veel pijn. Maar nu, we zijn nu een jaar verder. En ik hoor wekelijks mensen tegen zijn van Steven, eigenlijk vond ik wel dat je gelijk had. Maar ik durf dat niet zeggen. Knap dat je hebt blijven uitspreken. En ik denk dat we onderschatten hoeveel mensen eigenlijk nu al kritisch zijn. Maar heel weinig mensen hebben de moed of de goesting, de zin in het Nederlands, om zich uit te spreken. Het goede is, ik herinner mij nog het begin van die coronaperiode. Ik ben een van de eerste in Vlaanderen die gestart is met betogingen. Ik herinner mij, wij stonden daar met 15 personen. Om te demonstreren. Om te demonstreren. Hè. Iedereen lachte om ons uit, of het mocht niet. Maar de laatste... Allee, dat is verder gegroeid. En we hebben een betoging gehad in... Het was 23 januari 2022, waar met 400.000-500.000 mensen in Brussel samen stonden. En daar ben ik er zeker van dat... Er zijn vandaag mensen die bang zijn dat de volgende weken er terug maatregelen gaan komen. Misschien terug zelf een QR-code of mondmaskers. Ik ben er zeker van dat dat nooit meer zal gebeuren. Oh ja? 100% zeker, dat zal nooit meer gebeuren. Ze gaan wel proberen om ons aan te raden, mondmaskers te dragen. Maar die kritische groep is veel te groot geworden. Als ze opnieuw zo dwaas gaan zijn, en soms moet dat misschien zelf op hopen, om dat niet te implementeren, dan gaan zoveel mensen hun middelvinger tonen en niet meer meedoen. Er gaan dadelijk veel meer mensen op straat komen. En er zijn de laatste jaar zijn er betogingen geweest, maar dat heeft geen nut om nu op straat te komen, want alles is terug normaal. Maar de dag dat ze beslissen om opnieuw in die waanzin te gaan... In het begin, niemand kende elkaar. Vandaag, zoveel mensen zijn met elkaar verbonden. Als er binnen 2 weken wordt beslist dat er terug maatregelen komen, er gaat massaal op straat gekomen worden. Mensen gaan zeggen van, trekt u plannen mee, wij doen niet meer mee. Dus dat gaat nooit meer terugkomen, omdat er genoeg mensen zich hebben uitgesproken. Je hebt helaas wel mensen nodig die op de barricade staan. Dat is gebeurd. Dat gaat volgens mij nooit meer doorkomen. En daar moeten we ook niet te negatief zijn. Er zijn nu ook andere problemen. Hè. We hebben het CO2-probleem. CO2, waar een gelijkaardige agenda speelt. En in eerste instantie denk ik dat het altijd wel zal lukken. Maar als we met genoeg ons rustig en genuanceerd blijven uitspreken, gaan we het altijd kunnen omkeren. Hetzelfde is gebeurd met die corona-dwaasheid. Heel veel mensen dachten, het gaat nooit meer weggaan en alles is bijna verdwenen. Ze gaan inderdaad proberen om het opnieuw te implementeren, maar het zal nooit meer lukken, want we zijn met genoeg en we spreken ons uit en we doen niet mee. En ik heb... Mijn boek is uitgekomen... Ik moet echt even een paar keer diep ademen, voel ik. Waarom? Ja... Ja, ik hoop zo dat je gelijk hebt, maar... Ik ben daar vrij zeker van. Ik ben daar echt veel zorgelijker over dan jij. Nee, ik niet. Maar ik heb ook gezien... Pas op, ik begrijp je, want mijn boek is uitgekomen in november vorig jaar. Ik heb in heel Vlaanderen, ook een paar keer in Nederland, lezingen georganiseerd. En ik ben ermee gestopt een paar maanden geleden, omdat ik moe werd van de mensen in de zaal. Ik vind dat superleuk dat er mensen komen kijken, luisteren, mijn boek willen lezen. Maar heel veel van die kritische mensen zijn zo bang geworden. Wat ons typeerde, of de kritische mensen typeerden, in het begin van de coronacrisis, het eerste jaar, of de eerste maanden, was dat wij terecht niet bang waren voor dat virus. En 90% van de mensen was doodsbang. Maar vandaag is het andersom, heb ik de indruk. Ja, voor de maatregelen. Ja, nee, maar je hebt bang voor de maatregelen. Gewone mensen die meer waren in het narratief, die bang waren, die zijn vandaag niet bang. Die leven gewoon normaal. En heel veel mensen die tijdens de coronacrisis niet bang waren, zijn vandaag doodsbenauwd voor wat er in de toekomst allemaal gaat
gaat komen. En de rollen zijn omgekeerd en angst verlamd. Ik heb ook heel vaak aangehaald in mijn boek, angst verlamd en we mogen niet bang zijn. En ik ben nu blij dat ik even een paar maanden niet meer ben buiten gekomen, omdat als je constant met mensen in contact komt die bang zijn, dan neem je dat over. Ja, 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 zeker. En dan leef je ook niet meer. Je hebt mensen die vandaag die coronacrisis hebben doorgekomen als kritische burger, die zitten thuis, die zitten de hele dag te lezen van wat er allemaal kan misgaan, maar ze vergeten te leven. En daarom, ik ben... Ja, het is ook heel lief. Zoiets had je ook aan mij geschreven, dus in het voorwoord. Dank daarvoor. Ja. Ja, de liefde, op een bepaalde manier de liefde voor het leven weer omarmen. Hè? Of gewoon de liefde in zijn algemeenheid. Maar ja, misschien is het voor sommige mensen, en ik misschien ook voor mezelf, wat toch ook heel traumatisch geweest. Het is een gigantisch trauma. Dat is een feit. En dat, ja, dat, misschien mag je dat ook niet zeggen, want er gebeuren misschien wel ergere dingen in de wereld, maar dat toch... Maar ik moet dat zeker zeggen, want als je een trauma hebt, dan moet je daarover spreken. Hè? Spreken... helpt het verwerkingsproces. En we zitten collectief met een trauma. Niet alleen de kritische mensen, ook de mensen die slaaf zijn gevolgd, want die zitten ook met een bepaald trauma. Maar, om dan terug te komen op het positieve, moet ik het zeggen, we moeten terug leven en niet te bang zijn, omdat uiteindelijk... Ik heb wel vertrouwen in het leven en ja, bijna, dat klinkt wel spiriwiri, maar ook in het universum. Een evenwicht wordt altijd hersteld. En dat zien we doorheen heel de geschiedenis. We hebben heel donkere periodes gekend. Nog veel donkerder als we de laatste 3 jaren hebben gehad. En daar zijn die mensen toen ook doorgeraakt. Ik heb misschien het geluk gehad... Dat is ook absoluut zo. Ad Verbrugge die hangt ook, zover als ik hem ken... ook heel erg deze gedachte aan. Hè? Dus op een gegeven moment, en Matthias volgens mij ook, weet je. Dat is eindig. Dus ze kunnen macht proberen te blijven duwen, maar het is eindig. Het is alleen de vraag, was dit het voorspel? Of was dit het hoofdgerecht? Dus krijgen we nog een dessert of krijgen we nog het hoofdgerecht? Of, weet je, dus dat is meer van oké, en dan moeten we er met z'n allen doorheen. En in het verleden is dat ook gebeurd. En er zijn meerdere periodes, eigenlijk misschien wel meer dan niet geweest... dat mensen macht naar zich toe willen trekken. Dat is des mens. En ja, dat moeten we dan misschien ook accepteren. En dan moeten we daar ook iedere keer ons toe verhouden. En minder naïef daarin zijn. Hè. Je ziet ook... Dat inwoners, waaronder wij allebei in België en Nederland... wij geloofden en vertrouwden zo onze overheid. Hè, dat zie je bijvoorbeeld in China of in Rusland staan al veel kritischer. En die weten al, nou, een beetje zo. Weet je? En dat wij ook meer zo van, nou, een beetje zo. Maar wel blijven leven. Hè, dus dat we door een proces aan het heen gaan... waar we een soort realiteitszin misschien hierin moeten krijgen. Het ding is van hoe harder ze proberen om mensen onder de knoe te houden, hoe sneller mensen gaan wakker worden. Wij waren alle twee naïeve, brave, goedgelovige die burgers. Die heel graag teruggingen naar hun land. En ik heb dat nog altijd. Ik kom nog altijd graag terug naar Vlaanderen. En ik kom hier trouwens ook graag in Nederland. Maar omdat ze zo overdreven hebben, zijn jou en mijn ogen opengegaan. Elke week zijn er nog mensen die opeens hun ogen opengaan. Want die angst die is veel minder. En mensen beginnen wel een keer na te denken. Ze horen in hun omgeving ook van... er is heel veel schade. En meer en meer mensen hun ogen gaan open. En als er... Want je spreekt van dat is misschien het voorgerecht. Misschien komt er nog een hoofdgerecht of een dessert. Opnieuw, als ze dat doen, dan gaan er nog meer mensen hun ogen opengaan. En we zijn er veel meer... Want Vlaanderen, ik heb het straks aangehaald, België, 8 à 10 mensen waren voldoende om een heel land mee te krijgen. En dat is een probleem, maar dat zijn ook maar een paar mensen. En de grote massa is mij veel meer. Dus ja, ik kijk eigenlijk... ik ben niet bang voor de volgende ontwikkelingen, omdat als ze terug gaan overdrijven, zullen er veel meer mensen snappen dat de overheid toch niet te vertrouwen is. Soms wel, hè, want we mogen ook niet te zwart-wit zijn. Wij kwamen alle twee graag naar Nederland en België terug, omdat we hier ook
we hebben een goede gezondheidszorg. Ik vond het echt een paradijs. We hebben hier straten die proper zijn. We hebben hier alles. Ik heb het geluk gehad, denk ik. Ik ben in verschillende landen geweest waar oorlog was. Maandenlang in oorlogsgebied overleven. Dat doet u wel beseffen hoe gelukkig je bent dat we hier in West-Europa leven. En hier gaat heel veel mis. Maar hier zijn ook nog altijd heel veel mooie zaken. Zo had ik ook. Ik betaalde ook altijd. Nou, als je ziet hoeveel belasting ik met mijn bedrijf en als privépersoon heb betaald. Dat is miljoenen, miljoenen, miljoenen. Maar ik heb het altijd met zoveel plezier gedaan. Want ik had zoiets, dit is zo'n geweldig land. En ook onze overheid heeft zo het beste met ons voor. Dus ik vind het ook... Ja, ik bedoel, dit is jouw proces hierin. En ik herken gewoon veel daarin van het afdoen van je naïviteit. Ja. En ja, bepaalde manier ook misschien volwassen worden. Van dat is de wereld. Maar ja, een soort weerbaarheid. Hè? Bijvoorbeeld, ik zie het ook bij mijn dochter. Die gaat iedere keer zo... Weet je, als die overheid zo drukt. En ja... Veel mensen die worden zo somber, of wat jij ook zegt, van zelfmoordneiging of zelfmoord. Ja, het heeft een grote prijs op zoveel vlakken. En ja, dan moeten we ons dan, daarom probeer ik dat in te brengen. Misschien moeten we ons daar dan meer toe gaan verhouden, maar wel blijven uitspreken. Of hoe zie jij dat? Dus wel, ik denk en Matthias de Smet zegt altijd, ja, tot de laatste stem zwijgt. Klopt. En ja, ik vind dat schitterend wat Matthias zegt. En dat klopt ook. We moeten. En ik probeer dat ook af en toe te doen. Niet meer in hetzelfde tempo als ik dat eerder heb gedaan. Maar we moeten rustig blijven spreken. Niet vergeten te leven. Maar dan vooral, het punt dat ik wil maken was van... We mogen gewoon niet te bang zijn. En ook, je zei de overheid. De overheid is niet goed voor ons. Maar eigenlijk is dat... Ook te zwart-wit, want de meeste mensen die voor de overheid werken, doen dat wel met de beste intenties. We hebben gewoon de laatste jaren beseft van, oei, er zijn bepaalde mensen binnen de overheid die minder juiste intenties hebben. Maar daarvoor moeten we volgens mij nog niet alles weggooien. Nee, dank eens even voor die nuancering, want ik zat zelfs met hun in de klas. Voilà. En ik was, iedere keer ging ik daar best wel met hoge adrenaline heen. En dan dacht ik, ja... Dit zijn echt hele integere mensen die echt het beste voor hebben voor het land. En daar heel veel uren, ook vrije tijd in. Heel verwarrend. En de meeste mensen meen het echt goed. Er zijn gewoon een paar rotte appels, maar ook dat is van alle tijden. Je hebt altijd mensen gehad in de geschiedenis die de macht naar zich toe willen trekken. En wat nu een relatief nieuw is, spreek van de laatste decennia, is dat helaas gebeurt op een globale schaal. Vroeger had je in elk land had je een aantal families die de macht hadden. Maar nu zien we dat we die proces meemaken op een globale schaal. En dat maakt het natuurlijk wel schrikwekkend als je daar induikt. Maar ik krijg elke dag nog altijd vandaag mails van mensen. Steven, heb je dat gezien? En die mensen zijn super, dat zijn heel lieve mensen, mijn warm hart... Maar die zijn te bang geworden. Ja, en... dat is wat Matthias ook... Toen was ik daar zelf ook nog... Nou, vond ik dat heel moeilijk toen hij dat inbracht. Maar ik begrijp nu begrijp ik hem heel goed. Hij heeft zoiets... En die andere kant is dus ook bang. Tuurlijk. Dus het is zeg maar... Je kan bang zijn van het virus. Maar je kan ook zo doorslaan. Dan word je ook bang van... Dan zie je allerlei, overal zie je dat er van alles is. En dat is wat er nu gebeurd is met de kritische... En dat is geen klein gedeelte. Hè. Dat is een vrij groot percentage van de kritische mensen die terecht niet bang waren voor corona, die leven vandaag niet meer uit angst. En ik probeer, als ik mensen tegenkom, dan hoop te brengen. Niet omdat ik valse hoop wil bieden, maar ik geloof ook oprecht... dat het allemaal gaat goed komen. En soms gaan er ook mindere periodes komen. Dat is in de geschiedenis altijd gebeurd. Maar de mensheid, en zeker wij in West-Europa, onze vrijheid vinden wij zo belangrijk dat we er altijd voor gaan opkomen. In China lukt dat blijkbaar wel, want daar leven ze vandaag al in een, je kunt dat eigenlijk toch bijna zeggen, een totalitair systeem op het gebied van social credit scoren, etc. Maar daar lukt dat en blijkbaar vinden die dat nog relatief oké. Maar hier in
België, Nederland gaat dat nooit gebeuren. Het kan zijn dat op een bepaald moment politici gaan komen onder invloed van bepaalde krachten die nog meer controle willen. Dat zal misschien ook in eerste instantie soms lukken. Maar wij zijn creatief genoeg om oplossingen te vinden. Stel dat er overal camera's hangen. Nu ga ik een heel stoute uitspraak misschien doen. En ik zeg allez, voorwaardelijk. Hè. Stel dat er overal camera's komen. Dat is vandaag niet het geval. Maar stel dat er overal camera's komen. Nederland, België. Eigenlijk, en ik ga hier niet zeggen dat we criminele activiteiten moeten doen. Maar stel dat het overal zo is. Het duurt wel geteld één nacht om in een gans land alle camera's te vernielen. Ja, Italië, ik doe nu geen oproep om camera's te vernielen. In Italië gebeurt dat nu blijkbaar. Maar wat natuurlijk... Ik bedoel, nogmaals dank voor de hoop. Maar ik denk wat mensen dat natuurlijk toch weer angstig maakt van... Ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan niet met elkaar dan zeggen dat collectief stout zijn. Ik denk dat wel. We gaan gelukkig vandaag is het, moeten we dat gelukkig niet doen. Want er hangt af en toe een camera en dat is niet aangenaam, want er zijn flitsboetes, et cetera. Maar we leven niet, in mijn ogen, in een totalitaire samenleving. We waren daar naar aan toe aan het geleiden tijdens die coronaperiode. Maar de meeste maatregelen, of alle maatregelen, zijn weg. Opnieuw, er zijn wel mensen die het heel aangenaam vinden om ons meer onder de knoe te krijgen. Die gaan dat blijven proberen. Maar elke keer als ze te ver zullen gaan, zullen zij ook een tegenreactie krijgen. En wat ik daarnet zei van de camera's, uiteraard, ik roep niet op om camera's stuk te maken, maar stel er ooit een dag komt binnen 3, 4, 5 jaar dat er in elke straat camera's zijn en sociale media wordt volledig onder de knoet gehouden waardoor niemand meer met elkaar kan communiceren, dan zal er altijd verzet komen. Er zijn genoeg oorlogen geweest in het verleden, ook hier in onze contrijen. Altijd verzet geweest. Dat verzet zal onder de grond gaan. En als het nodig is, actie, reactie zal er altijd zijn. Heb jij het gevoel dat je, zeg maar, wat je in het begin van je carrière, dat je uitgezonden bent in gebieden, je hebt in gevaarlijke situaties gezeten, je leven heb je min of meer op het spel gezet, dan moet je ook heel anders met angst omgaan. Is dat nog iets wat hier meespeelde of niet? Of iets van door de angst heen? Dus in jouw andere boek, van het moment dat het alarm ging, dan moest je 2 minuten gaan liggen, omdat anders de scherven in vitale delen konden... Ik denk dat dat vermoedelijk wel meespeelt, want ik was toen uiteraard ook bang. Zeker in het begin, als er een raket in de buurt valt. Ik was toen bijvoorbeeld verbaasd dat... Ik vloog op de grond als een bange kwezel, zeg maar. En dan zag ik daar Afghaanse militairen die gewoon doorliepen. En omdat die ook een andere mentaliteit hebben, enerzijds. Anderzijds ook, na verloop van tijd, 2, 3 maanden later, was ik ook niet meer bang. Dan dacht ik ook van, oké, ja, een raket. Als op je hoofd valt, ja, dan is het zo. Maar vermoedelijk zal dat... Elke gebeurtenis in ieders leven heeft een impact. En uiteraard heb ik ook een bepaalde impact van wat ik heb gezien in het buitenland en meegemaakt. Maar ik zie dat denk ik vooral positief, omdat ik ook de laatste jaren, het was hier helemaal niet aangenaam, en voor bepaalde mensen was het zo erg dat ze zich van het leven hebben beroofd. Maar ondanks dat het moeilijk was, moet ik het zeggen, ik heb in Afrika, ik ben in verschillende landen geweest. In Afrika heb je ook soms heel rijke gebieden. Hè, maar ik heb daar mensen gezien die van niks moeten leven. Die eigenlijk zelfs blijer waren als ik. Ik denk door wat ik heb meegemaakt, dat ik gewoon liever het leven door een roze bril bekijk. Eigenlijk gewoon dankbaar ben dat ik hier mag leven. En door die oorlogssituaties te hebben gezien, heb ik ook gezien dat het kan veel erger als wij hebben meegemaakt. En ook dan, als het erger wordt, dan in die landen hebben we dat gezien, maar ook hier in België, Nederland, in het verleden. We hebben ooit er zijn perioden geweest waar we veel meer onderdrukt zijn geweest als de laatste 3 jaar. En dat is altijd goed gekomen. En ik geloof echt, en dat is misschien naïef, en veel mensen zullen mij vandaag ook naïef noemen als ze het bekijken, ik geloof echt dat als een overheid of als mensen met minder goede intenties te ver gaan, dat het net meer mensen zal
kritisch maken, wakker maken en dat het nadien wel terug goed komt. En ik vind de belangrijkste boodschap van we leven hier in dit lichaam al sinds maar één keer. We moeten daarvan genieten en profiteren. Nou, ik denk een mooie afsluiter, Steven. Al ben ik ook blij dat je hebt gezegd dat je ook periode heel boos bent geweest. Ja, gigantisch. En ik denk dat iedereen door zo'n soort fase toch heen gaat van ja, dat je echt zo machteloos voelt, boos. Ja, beschrijf alle emoties, maar in de hoop dat je toch uitkomt op die plek die jij nu ook beschrijft. Want ja, we moeten verder met elkaar. Zeker. En er is geen andere oplossing dan dat we weer gewoon verbinden en begrip voor elkaar hebben. En proberen gewoon een hele mooie samenleving te bouwen. Nou, ik denk dat we ook begrip moeten hebben voor de mensen die niet zoals ons dachten. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat bedoel ik ook. Hè? Ja. Dus dat bedoel ik ook. En ik hoef maar gewoon naar mezelf te kijken. Ik heb voor corona ook heel veel geloven, waarvan ik nu ook denk, ik weet niet of het nog waar is. Dat is natuurlijk naar de toekomst toe nu heel interessant met AI en ChatGPT. Is dit gedigitaliseerd? Neemt hij dit ook mee? Ja. Dus hoe schrijf je geschiedenis? En wat pak je allemaal mee naar de toekomst? Dus het is nog een hele, denk ik, interessante discussie waar we de komende 20, 30 jaar wel op moeten kouwen. Wat is nou waarheid? Wat is nou... dat is natuurlijk heel erg geclaimd van dit is de waarheid door die 8 mensen. En daarom moeten we dit allemaal volgen. En ik denk, wat is nu de waarheid? Dat het heel prettig is als we elkaar kunnen gunnen. Jij hebt een andere waarheid dan ik. En dat is allebei oké. Okay. Zeker. Ik denk dat we als we daar weer bij terug kunnen komen, dat waardevol kan zijn. En nodig. En nodig, ja. Nou, dank. Heel graag gedaan. Dank je wel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.